tante Oetje is toen met een Suriname getrouwd. Ken tante het? Oetje, ja. Die is met een Suriname getrouwd. Hele leuke meid. Die zijn toen gewoond dat in de Belgen. Die sloeg. Een kopje thee of iets? Hij had een slok op en die sloeg hij. Tante Oetje heeft toen al de tante hebben ze verloren. La man. Hè? Kopje thee? La man. Laat hem heen. Laat hem heen. Ja, wel hè. Thee. Een kopje thee? Met een kopje thee? Met suiker. En een beetje lavendel, dat vinden ze lekker in de thee. Dat is goed voor je darmen, hè, lavendel. De scheid is een beetje. Hij verstaat je niet, jongen. De scheid is een beetje. Hij verstaat je niet. Nee, verstaat je niet, helemaal niet. Want in de tijd, voor de jullie waren, was Nederlands natuurlijk groot geworden. Nu CFC, die specerijen, jongens van de Bontekoe. Zou zich allemaal afzitten, ze zijn waarschijnlijk geen eens. Jongens, de avondrijd is scheurbuik. Er was een feest van jongens. Ik kwam met allemaal dood en rottingslucht. De darmen die vlogen eruit. Er kwamen twee van de tien kwamen de aarde nog, nog lucht uit. Dat je niet tussen toekie toekie... Hij verstaat je niet, nee, hoor. Ja, dat is al best. U verstaat hem toch niet? U verstaat hem toch niet? Nee. Hij verstaat je helemaal niet. Die jongens van de COC, dat is eigenlijk gebeurd. Dat is een Nederlands natuurlijk. Een klein land. Een klein land, maar we open voor iedereen. Iedereen die mag komen in Nederland. Is dat nou eigenlijk gewoon zeg maar, de bezoek geworden in Den Haag? Hij verstaat je niet, hoor. Nee, dat weet ik niet. Nee, hij verstaat je niet. Ja. Verstaat hem toch niet? Hè? Je verstaat hem toch niet? Jawel. Hij verstaat je niet, hoor. Jawel, ik snap hem wel. Hij zegt toch niks? Nee. Verstaan we toch? Ja, hij zegt niks. Met de Sudamers, met de eerste van de Hakkitakkilans. Die Hakkitakkilans zijn ook benaderd. Die met de COC, die ging met de motorboot. Ja, vertel nog even over de oorlog. Hij verstaat je toch niet? Hij verstaat je toch niet? We voeren oorlog. Voor die Joden, ja, die Joden mensen voor de oorlog. Met allemaal handelaren. Joden mensen, handelaren. Ze hebben in de neus zitten allemaal zaken. Maar, oh, hier is wel spekkoper. Die was eager op geld. De handel bestond in het wezen. Ja, de COC. De jongens van Bondenhoek, Michiel Ruijer. Verspijken, ze opgeblazen. Maar dit opblazen, wat jullie nou doen, dit was toen al Verspijk. Voor spijt niet hebben een grote pak buskuit. Ik denk, hé jongens, ik zie het niet meer zien. Oh, go uit de bam! En ik heb een hele schip de lucht in. Zeg maar, ja, we hebben het even. Maar de Palestijn moet me eens. Ach man, Israël, man. Het is mijn hand, het is mijn zwaar. Die vrouw is op kermis, is hier Ludia. Jij hebt met Koen nog gespeeld met die kinderen van niet Ludia. Ja. Ik begin uit dat je twee keer gaat rijden. Ja. En dat is een beetje iets lager. Ja, mag je vijf graden rijden? Ik heb je de weg moeten trekken met Koen. Ja, oh. Dat geloof ik. Ja, die schietent van de man, Wim. Ja. Wimpels, ja. En ik de bochtje van die eerste die kaboutjes kwam die de ping, ping, ping van die kaboutjes uit grote borst, weet je dat nog? Ja. Dat waren helemaal gek. Toen kwam de tijger, de kaboutjes. En er kwam een hele grote klauw. Je moet altijd op die klauw waar je schieten. Ja. Zo ping, ping. Punt. Ik heb nog foto's van jou met Koen samen. Dat is mooi hoor. Met een hele grote teddybeer. Teddybeer, ja. Een hele grote teddybeer. Weet ik nog wel, Ik ben eerst bij Koen is weggegaan. Die teddybeer. En dan kwamen wij Valkenveen. Dan moest je met ging die mee slapen. Kunnen wij mee slapen, hè? Met die teddybeer. Ja, dat vond je mooi met die teddybeer te slapen. Dat was mooi. Dat was ook leuk, hoor, die teddybeer. Ja. Wist u je apenkaars? Het is godverdomme een pand te scheiden, zeg. Ja, die komt best door die deur heen, zeg. Godverdomme, zeg. Hallo, gaat het wel? Goedemorgen. Volgens mij heb ik net al het papier opgemaakt. Godverdoe. Ik wil niet veel zeggen, maar... Nou, weet je wat hun doen in de cultuur? Gewoon een pannetje water.
Ja, of een flesje water. Een pannetje water. Pannetje water. Bakje water. Bakje water, hoor. Een bakje lava. Ja, als het maar schoon wordt. Als het maar schoon wordt, nou. Ik kan die hele poep uit mij uitmuren, jongen. Hallo. Ik wil even spuiten. Even spuiten. Ja, ja. Weet je dat hier een... water voor de... Godverdomme. Voor de... Hé? Nee, nee, nee. Doe het allemaal vet, hè. Doe het allemaal tegen. Wat even. Kijk, ik heb die beste bij je gegeven, hè. Wat is het nummer van de politie? Wat is het nummer van de politie, Rob? 112. Wat 112? Wacht even. Hou vast, hè. Ik hou hem niet meer, hoor. Nee, je moet het een beetje opschieten. Nou, volgens mij is het wel eentje goed. Kan je me even een bordje geven? Even een bordje. Nee, maar... Nee, niet deze. Maar... Ja, dankjewel. Kijk eens eventjes. Nog helemaal lekker sappig. Nee, maar... Wat? Nee, maar... Mijn dames en heren. Nee, maar... Ja, dit is lekker. Dat verstaan ik niet. Nee. Hij snapt het niet waarschijnlijk, hè? Nee. Hij snapt het niet. Lekkere worst. Ja, maar nee. Jawel. Nee. Dit is, is goed vlees. Pak hem maar aan. Hij wil het niet. Rob. Lieft hij het niet? Hij belieft het niet, we weten al die spullen. Zeg je nou toch? Heb zich in zijn lolly verslikt. Ja, dat lijkt het op. Zo klinkt het wel. Je hebt er geen lolly bij. Hij verstaat je niet hoor, als je zo praat. Hij verstaat je niet. Hij verstaat hem dus echt niet, hè? Doei. Hij verstaat hem toch niet? Nou, hij gaat me door, weet je wel. Ja, hij weet niet van stoppen. Heeft hij altijd al gehad. Hij gaat altijd door. Ah, zinloos natuurlijk. Want, ja, hij verstaat hem gewoon niet. Dus, ja. De brood flikt. Echt zinloos wat hij doet. Ja. Ja. Het zit in zijn aard. Het is een... Maar verstaat hem echt niet, hoor. Nee. Volgens mij niet. Tenminste, ik heb er nog niks van gemerkt. Nee. Maar ja, ondertussen... hij geeft niet op, hoor. Zo ziet hij allemaal niet in elkaar. Het is altijd pek. Het is altijd hetzelfde. Het is maar een oude knatser, hè? Ja, jij bent een knatser, hoor. Oh. Echt een knatser. Wat wij vroeger met dat soort knatsers als jij deden. Dan gingen we je tochten. Dan hadden we zo uit je broek en dan gingen we met je lul de vrieskou in. Ja. Zo was het wel, hoor. Zo was het vroeger. Maar hij weet van geen ophouden. Het is gewoon, gaat maar door. Het is oneindig, zonder gebed. Ja. Hij verstaat hem niet. Hij heeft hem nooit verstaan en gaat hem ook nooit verstaan. Want hij verstaat hem gewoon niet. Nee. Dit is het. Dit is nou net, daar gaat het net juist om. Dat hij hem niet verstaat, ja. Als hij hem zou verstaan, ja. Een heel ander, Anders is je pieper. Ik werd niet tegen dat gezeik. Nee, Moet hij daar vreten? Moet hij niet vreten? Als je bijna die barbecue... Ik word er boos van. Moet je nou eten of moet je nou niet eten? Nou, maar moet je gras eten? Maar hoef je die barbecue om te...
gooien. Je hoeft die barbecue toch... Nee, dat doe ik niet. Dat doet die barbecue zelf. Het is altijd regel is regel. Regelgeving is niet voor iets als geen regelgeving is. Dan ga je alles naar de galmissen. Weer regelgeving, dan botsen alle autootjes op elkaar. Dan gaan de mannetjes met de mannetjes, de vrouwtjes met de vrouwtjes. Regelgeving, hebben de heren Gods gezegd. Dit is om een systeem van mensen met elkaar. Hè? Het systeem te handhaven. Maar die hele voorover. Ja, heeft geen contact. Als je geen contact hebt, als je contact maakt, als je iemand contact hebt, je ziet glinsteren in zijn ogen. Wil je communiceren? Ga je communiceren met je praten? Mond, gebarentafel hier. Maar die wordt door een bepaalde soort genegenheid. Liefde, dat soort dingen. Maar dan moet je niet als een soort Klaas van de Sjouwpilaar ergens staan. Nee, dan gebeurt niks. Geen communicatie, geen raden in elkaar. Geen raders die in elkaar grijpen. Wat is hier voor woord? Houd hem, hè? Hou hem, hè? Ik hou hem. Ja, hou hem. Net houden, hoor. Rustig, Tau. Dit voor je eigen best wil. Het is makkelijk, ben je zit in vrede, ben je in de kade, ben je voor je uitkijken, ja, dan kom je hier de godsje wel halen. Dit is de bedoeling van het leven. Leven is ook een stukje genieten, een stukje geven en nemen. Dat is het. Vader. Terug. Mamet. Niet met dit stuk hout. Nee. Rustig aan. Maar laat me dat.